Een heel lekker liefdessoepje natuurlijk, waar dat we ons kunnen aan opwarmen. En het kiezen van de ingrediënten is natuurlijk niet onbelangrijk, hè, want we willen veel energie, want wie weet wat dat er allemaal nog gaat gebeuren. Kijk, ik heb witte selder, ik heb ook een beetje pijpajuin, zure room, pepertjes natuurlijk, gember, aardappeltjes, dat is gewoon om de soep iets in te dikken. En dan spinazie, heel goed voor de energie. En het is de bedoeling ja, dat u... recepten van die avond niet te moeilijk zijn. Hè. En het belangrijkste is dat er genoten wordt. Kijk, we gaan aanbakken. Of aanstoven eigenlijk. Hè. Een beetje boter. De selder gaan we fijn snijden. Gaan we niet schillen voor die draadjes eruit hangen. Want straks gaan we die toch sowieso mixen. Hè. Dus lekker veel selder. Ja, buiten dat het goed is voor de potentie, is het gewoon ook lekker. Heel lekker zelf. Nayan. En dan om de soep een klein beetje in te dikken. Aardappelen, hè, dat is zo de klassieker. Zo. En je ziet al aan de kleur, dat gaat geen groene of een rode soep worden. Hè. Het gaat een mooie... Ja, wit gaat dat niet zijn, maar een lichte kleur. Voilà. Blussen met kippenbouillon of groentebouillon. We gaan al eens kruiden met peper en zout. Deksel erop en na een kwartiertje zijn alle groenten gaar en kunnen we mixen. Hè. Goed, dan gaan we de tartaar maken hè, van Sint-Jacobsvruchten. En ik neem ineens ook mijn oesters mee. Hè. Hop, hop. Het is Valentijn, dus het mag al wat kosten, hè, dames en heren. Oesters openen. Voilà, hier heb je hem. We gaan die al schoon laten drogen op keukenpapier. Voilà, voilà. Oké, die liggen klaar voor straks. En de Sint-Jacobsvruchten voor in de soep. Als we een tartaar maken, moet je eigenlijk niet zoveel ingrediënten gaan toevoegen. Hè. Je ziet, dat is zacht als boter. Dus eigenlijk ideaal voor een tartaar. En dat heeft eigenlijk weinig kruiden nodig. Dan spreek ik van peper. De gewone peper dat we kennen. Omdat het al van zijn eigen een lichte, pikante smaak heeft. Ik wil dat wel eten op Valentijn. Het zou zijn. Zo. Zo, de gember gaan we schillen. En heel fijn snijden. Hè? Zo, goh, een centimeter. En het soepje heet niet voor niks liefdessoep. Hè? Selder... oesters, gember. Toevallig allemaal zo'n beetje lustopwekkend. Ja, sorry, hè. Als er ongevallen gebeuren, ik kan er niks aan doen. Kijk, voilà. Fijn snijden. Zo, ongeveer een koffielepel. En dan... de hot and steamy pepper. Pietjes eruit. En heel, heel fijn snijden. Hè? En de pietjes laat ik eruit, want het zijn eigenlijk de pietjes die het, ja, het sterkste zijn. Of die heel sterk zijn. En we willen de smaak behouden hè, van de Sint-Jacobsvruchten. Oké, een beetje zout toch wel. Klein beetje gewone peper. En dan nog een shallot. En een eetlepel lijnzaadolie. Het is niet de bedoeling dat er te veel ingrediënten gaan inzitten.
Maar wel dat we absoluut die Sint-Jacobsvruchten nog proeven. Hè. Heel fijn gesneden wel. Zo. Gaan we eens roeren. En proeven, hè. Komt allemaal goed, zegt dat Sofie het gezegd heeft. Oké, dan kan ik de rest van mijn garnituur ook nog klaarzetten. Ik wil zo een beetje een redelijk groen sausje voor erover. En dat kan makkelijk met zure room. Dat geeft ook frisheid aan uw soep, of aan al uw gerechten trouwens. Zure room is heel lekker. Er zitten trouwens minder calorieën in dan gewone room. Een beetje peperjuin. In hele fijne schijfjes. En dan een beetje dille. Dus je ziet tot nu toe nog niet echt iets heel moeilijk, hè? Voilà. Dat staat ook klaar. En dan op een bedje van spinazie. We gaan dat heel fijn gaan ciseleren. En daar gaan we de gebakken oester opleggen nadien. Je laat hem maar rauw. Zo, dat staat ook klaar. Ik wil graag hartjes, en dat is heel gemakkelijk door sneetjes brood, te gaan toasten en uit te steken. Voilà. En als die warm zijn, zijn die nog zo'n klein beetje zacht. Dus direct uitsteken. Voilà. Little sweethearts. Schoon, hè? Oké, soep mixen. Daar mag ook 150 milliliter room bij. Zo. Jeps. Zo. En dan een keer proeven, hè, natuurlijk. Kijk een keer, wat een mooie soepje. Ik smaak geen ajuin, geen aardappel, maar selder. Oké, die hadden we warm, hè. Nog juist de oesters bakken, hè. Voilà. Juist peper en zout. En zo kunnen we dat niet bakken natuurlijk, dus we gaan die klein beetje zojuist door de bloem halen. Ik ga boter in mijn pannetje doen. Dus juist kort in de bloem. En dan omdraaien. Dan heb ik hier een mooi kortje. Ja, hoe langer dat gaat bakken, hoe taaier dat wordt. Dus dat willen we niet. Zo. Alles staat klaar. Mooi bord. Met een beetje een liefdesboodschap, hè. Hartjes, 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 hartjes. Eerst een beetje spinazie. En ook
de jonge zoete selder. Dan komt het er zo'n beetje van onderpiepen. Hè. En dan neem je een toastje. Het kleinste uitsteekvormpje gaat erop. En dan kun je heel gemakkelijk zo gaan vullen. Hè. En dan heb je ook een hartvorm. Hopla. Schoon, hè? Olala. Ik word daar helemaal gelukkig van. Kijk, nog een beetje zure room met de dille. En de pijpajaan. Nog een takje dille. Zo. Spinazie om de oester op te leggen. Ik leg dat maar een beetje nonchalant, hè, als het maar blijft staan. Dat zet je dan zo op tafel. En dan kom je langs met een grote genre met je seldersoep. Hè. Als je zegt van, Josefie, ik zit dat volledig zitten, dat Valentijn-menuke. Want ik wil gewoon mijn liefke of mijn man verrassen. Of de man voor de vrouw natuurlijk, mag ook. vtmkoken.be staan alle receptjes van deze week natuurlijk ook. Hè. Allee, we zijn goed bezig. Hè. Tot morgen. Hè. Dag. Soak you up and let it all in one day.